Een parlement is het kloppend hart van elke democratie. De parlementsleden zorgen ervoor dat alle meningen tot uiting worden gebracht. De parlementsleden die ons vertegenwoordigen, worden gekozen bij stemrecht. Op die manier laat ieder van ons zijn of haar stem horen. België kent tegenwoordig een federale, institutionele structuur. De beslissingsbevoegdheid is verdeeld tussen de staat, drie gewesten en drie gemeenschappen. De gewesten en de gemeenschappen van ons land beschikken over een ruime autonomie. Op grond van hun bevoegdheden geven ze hun toekomst gestalte en bepalen ze hoe ze zich verder ontwikkelen. Het grondgebied van het Brussels gewest, een tweetalig gebied, strekt zich uit over de 19 gemeenten van het administratief arrondissement Brussel. Het Brussels gewest bestrijkt ongeveer 161 vierkante kilometer en telt bijna 1.200.000 inwoners. Brussel, een pluralistische stad, een stadsgewest, heeft zijn eigen instellingen waarin het parlement centraal staat. Le Parlement bruxellois, c'est une institution qui est très en prise avec le réel. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vivent dans une même ville, une grande ville, enfin à l'échelle du pays certainement, et donc qui ont peut-être plus d'échanges sur des choses concrètes qu'auront, par exemple, comme échange, quelqu'un qui habite Ostende avec quelqu'un qui habite Arlon au Parlement fédéral. Ici, on parle de choses très concrètes. Ja, in Brussel heb je 19 gemeenten, meer van 1.100.000 inwoners, van allerlei nationaliteit, religie, godsdienst speelt geen rol. Je hebt autochtonen, dat speelt voor ons geen rol. Wat het belangrijkste voor ons, we zijn gekozen door de burger. Jullie hebben ons gekozen om eigenlijk uw belang te verdedigen, om te voorzien dat alles goed draait in Brussel. En gelijkertijd een goede relatie met de andere parlementen. Dat betekent Vlaams parlement, federale parlement. Maar voor ons het belangrijkste, dat is jullie hebben het laatste woord. Daarom bestaat de democratie. Democratie betekent dat we u kiezen, mensen die jullie vertegenwoordigen. Daarom zijn we hier vandaag. Ik ben misschien eerst onder voorzitter, maar ik ben ook eigenlijk een parlementslid zoals de anderen. Welke rol speelt het parlement in het dagelijks leven van de Brusselaars? Wat zijn de taken van de parlementsleden, ook wel volksvertegenwoordigers genoemd? Dat zijn vragen die niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn. Als bekend is dat het parlement voornamelijk belast is met de wetgevende macht, dat wil zeggen de wetteksten opstelt waarover wordt gestemd, om vervolgens naar de regering, de uitvoerende macht, te worden doorgestuurd, zou je dat wel kunnen denken. Maar in werkelijkheid is het iets ingewikkelder. Dus laten we eens een nadere blik werpen. Zoals elk parlement bestaat het Brussels parlement uit afgevaardigden die bij algemeen stemrecht zijn gekozen. De Brusselse volksvertegenwoordigers. Er zijn 89 volksvertegenwoordigers, 37 vrouwen en 52 mannen. Ingedeeld volgens taalgroep zijn er 72 Franstalige en 17 Nederlandstalige volksvertegenwoordigers. De gewestelijke verkiezingen worden om de 5 jaar gehouden. Sinds de verkiezingen van 25 mei 2014 bestaat de meerderheid uit PS, DFI, CDH, Open VLD, SPA en CD&V. De oppositie wordt gevormd door MR, Ecolo, Groen, N-VA, PTB, Vlaams Belang en een onafhankelijke volksvertegenwoordiger. Het voorzitterschap is in handen van Charles Piquet. Hij leidt de werkzaamheden en vertegenwoordigt het parlement. Fouad Ahidar is de eerste ondervoorzitter van het parlement. De voorzitter en de eerste ondervoorzitter moeten tot verschillende taalgroepen behoren. De bevoegdheden van het parlement hebben betrekking op ons dagelijks leven. Ruimtelijke ordening, stadsplanning, huisvesting, werkgelegenheid, openbare werken, mobiliteit, milieu- en natuurbehoud, afvalbeheer, toerisme, energiebeleid, financiering en toezicht op 19 gemeenten, veiligheid op de weg, dierenwelzijn, wetenschappelijk onderzoek en internationale betrekkingen van het gewest. We komen later nog terug op al die bevoegdheden. Laten we eerst bekijken hoe het Brussels parlement functioneert. Het Brussels parlement heeft drie basistaken. De eerste taak bestaat uit het opstellen van gewestelijke wetteksten,
de zogenoemde ordonnanties. Als het parlement daartoe het initiatief neemt, spreken we van een voorstel van ordonnantie. Neemt de regering het initiatief, dan spreken we van een ontwerp van ordonnantie. De tweede taak is het controleren van de regering, dat wil zeggen de ministers. Die controle gebeurt via vragen en interpellaties tijdens plenaire vergaderingen of tijdens commissievergaderingen. De derde taak bestaat in het goedkeuren van de begrotingen. Het eigenlijke parlementaire werk vindt voornamelijk plaats in zogeheten parlementaire commissies. Het parlement telt 7 vaste commissies met 1 of meer bevoegdheden. Elk ontwerp en voorstel dat wordt ingediend, wordt door de bevoegde commissie besproken. De commissies horen, naar gelang het geval, de leden van de regering of de volksvertegenwoordiger die het onderzochte voorstel heeft ingediend. Een commissie kan ook iemand van buiten het parlement raadplegen, als zij dat nuttig acht. Bijvoorbeeld een deskundige in het behandelde thema. Bij het begin van de werkzaamheden benoemt de commissie een rapporteur die verslag uitbrengt aan de plenaire vergadering, dat wil zeggen voor het voltallige parlement, de 89 volksvertegenwoordigers. Het verslag geeft een samenvatting van de debatten die in de commissie hebben plaatsgevonden. Elke Brusselse volksvertegenwoordiger mag zogenoemde amendementen indienen. Dat wil zeggen voorstellen tot wijziging van de tekst die wordt besproken. Tijdens de plenaire vergadering debatteren de volksvertegenwoordigers en stemmen ze over het ingediende voorstel of ontwerp, dat al dan niet een nieuwe ordonnantie zal worden. Die ordonnantie wordt daarna gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zodra zij in het Staatsblad is verschenen en van kracht is geworden, kan de ordonnantie online worden geraadpleegd. Het parlement kan ook resoluties aannemen, teksten waarbij het parlement de regering of andere overheid laat weten hoe het over een specifieke politieke kwestie denkt. Het werk van de volksvertegenwoordigers beperkt zich evenwel niet tot een actieve aanwezigheid op de vergadering. Volksvertegenwoordigers zijn ook erg actief buiten het parlement. In de eerste plaats staan de volksvertegenwoordigers in direct contact met de burgers via ontmoetingen en diverse andere vormen van contact, om de problemen en verwachtingen van de Brusselaars beter te begrijpen. Die ontmoetingen leveren ook stof voor hun werk in de commissies en tijdens plenaire vergaderingen. De volksvertegenwoordigers staan ook in contact met de media. Ze beantwoorden vragen van journalisten, wat een democratische transparantie waarborgt en het parlementaire werk zichtbaar maakt. De aanwezigheid van het parlement in de sociale media en op de eigen website draagt ook bij aan deze transparantie. Elke journalist kan direct contact opnemen met de parlementsleden, bijvoorbeeld via e-mail of de sociale media. Le parlement, c'est pas non plus une forteresse repliée sur elle-même, fréquentée uniquement par des politiques. C'est aussi un lieu où il se passe plein de choses ici. Ce sont des réunions, ce sont des réunions ouvertes au public, je veux dire, c'est des colloques, c'est aussi des expositions parfois. Et je crois que c'est très important de désacraliser un peu les lieux de la démocratie, c'est-à-dire que de faire en sorte que les gens puissent y venir à la fête de l'Iris, ils peuvent visiter le bâtiment, mais aussi ils peuvent venir aux séances plénières, ils peuvent venir entendre les débats en commission. Et ils peuvent surtout venir à l'ensemble des activités qui sont organisées dans le Parlement. Donc, moi, j'ai envie de dire, parfois, la population doit s'approprier les lieux où la démocratie vit et pas être impressionnée parce qu'il y a une belle façade, des grandes salles. Non, c'est un lieu qu'il faut pouvoir populariser. Eigenlijk, we zijn verkozen eigenlijk door de burger. Elke parlementslid is gekozen door de burger en de burger wil of heeft een paar verwachting. De verwachting dat betekent eigenlijk om hem gelukkig te maken. En dat is de bedoeling van elke parlementslid. We zijn 89 parlementsleden. Jullie weten het eigenlijk dat ze Nederlandstalig en Franstalig, maar op het einde komen we alle samen op één parlement. En deze parlement moet de burger eigenlijk vertegenwoordigen. Dat is de enige reden dat we bestaan. Mensen gelukkig maken. Alvorens enkele concrete voorbeelden te geven van de werkgebieden van het parlement, hebben we het eerst nog in het kort over zijn geschiedenis. Het is interessant om de ontwikkeling ervan te bekijken, vanaf de oprichting tot op heden. Bij de grondwetsherziening van 1970 startte België met een fundamentele hervorming van zijn instellingen.
Er werden 3 cultuurgemeenschappen in het leven geroepen. De Nederlandse, Franse en Duitse. Elk van hen beschikte over een raad, het parlement, die besluiten aannam die dezelfde waarde hadden als wetten. De gemeenschappen waren exclusief verantwoordelijk voor cultuur, het gebruik van de talen en bepaalde aspecten van het onderwijs. Bij de institutionele hervorming van 1988 werd een bijzondere wet aangenomen die leidde tot de oprichting van de instellingen van het Brussels hoofdstedelijk gewest vanaf 1989. Dit is het moment waarop ook de Vlaamse gemeenschapscommissie en de Franse gemeenschapscommissie worden ingesteld op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Vanaf 1993 stelt artikel 1 van de grondwet dat België een federale staat is, die bestaat uit gemeenschappen en gewesten. Daaronder worden verstaan de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Duitsstalige gemeenschap en het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Op 31 januari 2014 werd de grondwet opnieuw gewijzigd. Die zogenoemde zesde staatshervorming is het resultaat van een institutioneel akkoord dat moet zorgen voor een efficiëntere federale staat en grotere autonomie voor de deelstaten. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de overdracht van bevoegdheden van de federale staat naar de gemeenschappen en gewesten. Het gaat bijvoorbeeld over de kinderbijslag, de gezondheidszorg, de huurwet, de justitiehuizen, het Europees Integratiefonds, het Verkeersreglement, het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en over nieuwe bevoegdheden in zaken veiligheid van het grondgebied. Die overdrachten van bevoegdheden gaan gepaard met financiële overdrachten, opgenomen in een speciale financieringswet. Nu we de institutionele ontwikkeling van België beter begrijpen, keren we terug naar de bevoegdheden van het gewest. Die bevoegdheden zijn heel uitgebreid en hebben betrekking op transport en mobiliteit, werkgelegenheid, met name voor de jongeren, huisvesting, milieu- en afvalbeleid, maar ook op monumenten, openbare werken, stadsvernieuwing, gewestelijke economie, buitenlandse handel, internationale betrekkingen, toerisme, water- en energiebeheer, wetenschappelijk onderzoek enzovoort. Over al die onderwerpen wordt in het parlement gedebatteerd. Al die voorbeelden illustreren de gewestelijke bevoegdheden waarvoor het parlement wetgevende initiatieven kan nemen en controle op de regering uitoefent. Ze tonen ook aan dat het parlement een belangrijke speler is in de ontwikkeling van het Brussels hoofdstedelijk gewest en in het dagelijks leven van elke Brusselaar. Sedert 1989 speelt de GGC, afkorting voor Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, een essentiële rol in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Zij is bevoegd voor bijstand aan personen en voor gezondheid en voor ongeveer 300 instellingen, diensten en centra die niet uitsluitend vallen onder de Franse gemeenschap of de Vlaamse gemeenschap. Haar bevoegdheden zijn bij de zesde staatshervorming verder uitgebreid. Meteen na verkiezingen en bij elke opening van een nieuw parlementair jaar wijst het parlement uit zijn leden een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, 3 ondervoorzitters en 10 secretarissen aan. Samen vormen zij het bureau van het parlement. Het bureau neemt alle beslissingen die noodzakelijk zijn voor een goede werking van het parlement. Het bureau, aangevuld met de voorzitters van de erkende politieke fracties, vormt het bureau in uitgebreide samenstelling. Het uitgebreid bureau bereidt de vergaderingen van het parlement en van de Verenigde Vergadering voor en stelt de agenda samen. Het Brussels parlement is via zijn parlementaire activiteiten en zijn permanente betrokkenheid de brug tussen de burger en de instellingen van het Brussels gewest.
maar is ook en vooral een plaats met een rijke geschiedenis, waar verleden, heden en toekomst centraal staan. Deze film gaf een kort overzicht van de activiteiten en opdrachten van het Brussels Parlement. Om een en ander nog beter te begrijpen, nodigen wij u uit om een bezoek te brengen aan het parlement, een plenaire vergadering bij te wonen, vragen te stellen aan de volksvertegenwoordigers en met uw eigen ogen te ontdekken.